Zo aan het eind van de zomer begint het bij de meeste inwoners van Lichtenvoorde te kriebelen. Zeker een maand van tevoren, dan begint bij ons de corso-koers al een beetje te lopen. Bij mij vooral. Martijn Jansen heeft dit jaar voor zijn corso-groep het ontwerp bedacht. Een ijsbeer in de sneeuw die tijdens de optocht een spoor van water achterlaat. En daar zit een serieuze boodschap achter. Als een razende smelten de ijskappen. Dus het is eigenlijk een waarschuwing daarvoor. Of wil je een ijsbeer alleen op de wagens zien in dierentuinen, of wil je ze ook in de natuur nog zien. Ook bij een andere corso-groep speelt water een grote rol. In deze tank zit morgen 3000 liter water dat langzaam langs plexiglazen platen loopt. En straks als het goed is gaat het morgen wat zonnig. Dan ga je ook in de plexiglas gaan we allemaal glinsteringen krijgen. En zo dat het de haai versterkt. De corso-groepen zijn een heel jaar bezig met het bedenken en maken van hun wagens. En omdat de dahlia's kort houdbaar zijn, is het vooral in het laatste weekend hard werken. De voorbereiding kost heel veel tijd. Maar op het moment dat het weekend begint, hebben ze zoiets van, nou jongens, we gaan ervoor. Gezellig. En vanavond hebben we een afterparty en dat komt helemaal goed. Nou, het hele seizoen is mooi. Maar als morgen, als die door de straat loopt, dat is toch echt wel het moment dat je echt kunt laten zien van, dit hebben we gemaakt. Dit is het geworden.